Hi, goeiedag. Welkom bij een nieuwe een nieuw filmpje. Ja, een nieuwe film wou ik zeggen, alsof ik echt speelfilms maak. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. We gaan gewoon spelen met make-up. Ik heb allerlei nieuwe make-up. Niet per se nieuw op de markt, maar nieuw voor mij. Sommige zijn wel wat nieuwer. Maar het is voornamelijk nieuw voor mij. En ik denk dat ik op de wenkbrauwen na toch wel een heel eind kom. Die is een nieuwe kleur. We gaan beginnen. Ik doe mijn bril op. Daar had iemand een commentaar op gegeven. Iemand had een tip gegeven. Dat je je lens voor je ogen, net als met staar, hè, word je aan je lens geopereerd. Maar dat ga ik niet doen hoor. Dat vind ik echt heel eng. En ik weet trouwens niet of ik daarvoor in aanmerking kom. Want mijn oogachteruitgang heeft natuurlijk deels te maken met de leeftijd. Hè? Ik ben 51. En deels met MS. Dus ik weet überhaupt niet of dat dan kan. En bovendien vind ik de leesbril niet zo'n probleem. We gaan van Collection. De Gorgeous Glow Filter Finish Complexion Boosting Primer en Illuminator gebruiken. Jeetje, wel een mond vol. Dat is deze. Die kennen we, hè? Daar heb ik er inmiddels, denk ik, 17 van. Gives a soft... 3 uses. Gives a soft focus dimension on the foundation. Dot and blend onto cheeks and high points of the face as a highlighter. Wear on its own for a subtle all-over glow. Vegan. En ik heb de kleur fair. Ja, ja, goed. Kan het ook anders. Even schudden. En dan heeft het weer zo'n applicatortje. Het is een beetje dikker. Ligt het aan mij of komt er gewoon... Ik kijk precies naast de camera, hè. Nou ja, ik film met mijn telefoon. Dus ik kijk precies naast de telefoon. Omdat mijn spiegel daar staat. En ja, weet je, ik heb gewoon een spiegel nodig. Om... Oké, ik vind de applicator niks. Er komt gewoon niet genoeg vanaf. Nou, dit zal wel genoeg zijn. Dan pak ik even... Deze weet ik niet. Deze is denk ik van Revolution. Maar die gebruik ik altijd een beetje als primer kwast. Oké. Nou, hij geeft in ieder geval geen kleur. Ik kan begrijpen dat je dit gewoon zo draagt. Want het geeft een hele mooie subtiele glow. Ik denk wel als je hier een medium foundation overheen dat de glow weg is. Wil ik zomaar denken. Ik gebruik even mijn NYX concealer. Want die heb ik niet meer. Ik heb geen nieuwe concealer. Even daar. Even hier. Hier. Het doet eigenlijk gewoon een beetje waar ik roodheden heb. Want ik ga een lichte een skin tint gebruiken. Dit is mijn foundation kwast. Tenminste, die gebruik ik als foundation kwast.
Deze is van de Boozy Shop. Ik weet ook dat er best wel veel commentaar is op deze concealer. Maar ik vind hem heel fijn. Ik vind de kleur heel fijn. En ik vind de dekking fijn en de consistentie, zeg maar, vind ik fijn. Zo, dan heb ik de Wet n Wild Bare Focus Niacinamide Skin Tint met 5% niacinamide en hyaluronic acid. Peony extract. En ik heb nu de kleur Fair. Deze heb ik al een keer geprobeerd, maar toen was hij te donker. Dus nu heb ik de goede kleur. En dat weet ik omdat ik hem al geprobeerd heb. Omdat ik altijd eerst de concealer doe, probeer ik zoveel mogelijk te tappen. Niet zo, want dan heb je kans dat je de concealer weer helemaal uitwrijft, zeg maar. En die wil ik juist, zeg maar, houden waar die is. Zo. Dan pak ik mijn enorme haar. Prullenbak. En dan tip ik er nog even overheen. Deze is droog trouwens. Om, zeg maar, het overtollige weg te halen. En ik heb zelfs van één pipetje nog een halve handvol. Misschien hier nog een klein beetje bij tippen. Ja, zo. Deze kleur is echt heel goed. Deze kleur is echt heel goed. Dan mijn Pat McGrath onderoogpoeder. Die ik ook rond mijn lachlijnen en mijn neus gebruik. Zo. Zo. Even kijken. Wat heb ik allemaal? Wat heb ik allemaal? Ja, oké. Okay. Ik heb geen cream producten. Nee, ik heb geen cream producten. Alleen maar poeder. Dus dan gaan we de Beauty Crop Vitamin Babe Setting Powder proberen. Dit is de kleur Peach. Kleur 10. Er staat alleen maar op dat het een setting powder is. Dat is deze. En daar hoort een klein puffje bij. Hartstikke cute. Ja. Als je het opendraait, dan zit er nog zo'n beschermertje bij. En deze heeft zo'n, hoe heet dat? Zo'n, een panty. Nee, zo'n stukje stof. Mijn poederkwast. Wow.
Oh, hij maakt wel heel goed mat. Het voeft overheen. Jeetje. Het is een hele dunne poeder. En het stuift overal heen. Maar hij zet het wel mooi. Ja, meer kan ik er niet van zeggen. Blurt hij? Niet heel bijzonder. Wel een klein beetje. Het voelt hier niet zo droog als dat ik dat graag wil hebben. Ik doe even een beetje van mijn Wet n Wild poeder erbij. Ik heb ontzettend hekel aan dat. Ja. Kijk, nu voelt het hier gewoon niet alsof je kakelé hebt. Maar het voelt hier gewoon nu droog. Niet meer zo. Ja, dat. Dan heb ik de NYX Buttermilk Bronzer in de kleur Buttercup. Dat is 1. En ik heb de NYX Buttermilk Blush in de kleur 09 Feeling Butter. Ik heb nog meer, maar dat ja, komt dan wel weer in een andere. Ja, dat, ik heb maar één gezicht. Echt. Zo ziet hij eruit. Ja, ik vind dit een hele mooie bronzer. Ik moet eerlijk zeggen. Oh. Deze heb ik al even. En ook al best goed gebruikt, zeg maar. Ik doe dit nog steeds voor het kwapje. Deze bronzer ruikt wel sterk. Moet ik eerlijk toegeven. Even blenden. Hij ruikt wel sterk. Maar ik vind het wel een mooie bronzer. Dan de blush. Ja. Ik heb een glanzende blush. In een iets donkerdere kleur dan wat je van mij gewend bent. Maar ik dacht, ach, we proberen eens een keer wat anders. En nou weet ik, dit is heel heftig. Als je het zo uitblendt, dan valt het mee. En dan is het altijd op camera erger dan het echt is. Wenkbrauwen heb ik niks nieuws. Dus ik ga even mijn Color & Fix van Catrice in doen. Zo. Ik mors altijd, dus ik maak altijd even de kantjes schoon. Dan kan dat vast even intrekken. Oh,
Oh, ja. Nou, die ben ik vergeten. Ik heb een lippotlood van Morra. Ik heb er twee zelfs. Dit is de Lip Exposure Pencil in de kleur 002 Natural Nude. Deze is wat stijver dan die van Elf en Maybelline. Die zijn wat romiger. Maar hij trekt niet aan je lippen, zeg maar. Het is wel creamy genoeg om aan te brengen. Maar niet zo dat je gelijk zo'n dikke streep krijgt of dat hij helemaal zo uitsmeert. Want hij is wel... stug genoeg om daar te blijven waar je hem aanbrengt. En dan heb ik van Morra... Ik heb een aantal lipproducten, maar die komen dan wel weer in iets anders. Ik heb van Morra... Dit is de kleur 02 Sweetie. En er staat verder helemaal niets op. Maar het is een prachtige lipstift. Die wonderbaarlijk goed samengaat met dit lippotlood. Dan had ik nog van She Glam de highlighter. Oh, echt. Ja. De highlighter. En hoe heet deze? Pinky Promise. De Cosmic Crystal Mousse Highlighter. En de kleur is dan Pinky Promise. Zo. Even nog mijn handen afvegen. We hebben alles gedaan behalve de wenkbrauwen en de mascara. Maar ik heb ook nog een oogschaduw make-up. En dit is de Soft Nude van Makeup Academy. En het is echt, ik vind het een super mooi paletje. En eigenlijk, wat ik een beetje doe, is deze kleur pakken. Deze. Of zal ik een keer een andere kleur pakken? Laat ik die ernaast doen. Deze. Deze. Het is een beetje een koelere bruin. Ja, sowieso is het wel een beetje een koelere toon. Een beetje roze oranje. En eigenlijk wat ik doe is, en ik doe dit gedeeltelijk met mijn ogen open, de crease benadrukken. En dan maak ik de crease hoger dan dat ik normaal een crease heb, want ik heb natuurlijk overhangende oogleden. En dan maak ik het een beetje rond. Ik heb een beetje dit, zeg maar. Dan maak ik het een beetje rond, want dan maak je ogen iets groter. Dan pak ik die hele lichte kleur. En daarmee ga ik de bovenkant een beetje blenden. En die lichte kleur die valt echt niet op hoor. Maar dan kan je net mooi de randen blenden. Zo. Heb je net even iets op je ogen. Dan pak ik de grijze kleur.
deze. En een kleiner kwastje. Ja, een kleiner kwastje. Even schoonmaken. Even goed aftikken. Heel klein beetje. De ooghoek versterken. Gaat helemaal niet heel erg opvallen dit. Gaat helemaal niet heel erg opvallen dit. Maar het doet voor je look meer dan je denkt. Ja. Mijn afgebroken Catrice potloodje. Nog steeds. Die laat klontjes achter op een of andere manier. Ik ga er gewoon lichtjes overheen. Helemaal niet heel veel druk geven of zo. Hier heb ik iets meer kleur nodig aan het begin. En aan het einde worden de haartjes een beetje, ja, te blond, zeg maar. Ja, zo hè? Ja. Zo. Dan krul ik even mijn wenkbrauwen, wou ik zeggen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het zijn wimpers. Ja, ik heb nu even de Catrice Glam & Doll, de nieuwe. Ja. Het zijn tipjes die ik soms tussendoor geef, die je misschien al lang kent, hè? Dat ik vind niet het wiel uit, ik ben ook geen make-up artist, ik doe maar wat. Wat ik vaak doe, is dan hou ik het er tegenaan en dan ga ik knipperen. Ja. Zo. Dan ik vind, dan heb ik het minste kans dat ik die borstel in mijn ogen steek. En ik moet zeggen, nu die mascara een paar dagen open is, wordt die wel beter. Ik laat de onderkant even zitten vandaag. Ik heb een heel klein beetje geknoeid hier. Nou, dan is dit de look met allemaal nieuwe make-up. Wat vinden we ervan? Zie dat grijze geeft net een beetje, ja, intensiteit aan je ogen of zo? Ik weet het niet. Dit is in ieder geval waar ik het vandaag mee ga doen. Ja. Ja, je moet voorzichtig zijn met die NYX blush, want die is heel gepigmenteerd. En als je heel erg
bang bent voor geuren, zeg maar, dan is dit niet de make-up voor jou. Hij is nog niet zo erg als Physicians Formula. Zal ik kijken of ik een klein beetje van die highlighter in de binnenste ooghoeken kan doen. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik neem een heel klein kwastje van Real Techniques. Is dat leuk? Ah, dat is best grappig, hè? Ja. Zou ik dat dan ook hieronder gewoon kunnen doen? In het midden, zodat het misschien iets meer open staat. Hm. Ah, best leuk. Nou, oké. Okay. Even iets nieuws. Nou. Zo, dit is hem voor vandaag. Ik ga lekker koffie drinken beneden. Best wel lekker thuis. Die heeft nog vakantie en die is terug uit Valencia. Het arme joch heeft een strontje op zijn oog. Dus zijn oog helemaal rood doorlopen. En helemaal dik. Onder de zonneuitslag. Ik krijg die oorbel niet dicht. Dat ook wel eens. Van die onzinnige dingen die dan niet lukken. Oh, ik zie net dat ik nog een highlighter nieuw had. Nou, die komt dan in de volgende. Ja, ik heb hem. Ja, zo. Ah. Mijn parfummetje deze week is Mademoiselle van, of Coco Mademoiselle van Chanel. Dit is hem, jongens. Hier gaan we wat mee doen vandaag. Wat vinden we ervan? Ja, bedankt voor het kijken. Fijne dag nog verder. Of wel rusten als je het 's avonds gekeken hebt. Dat kan natuurlijk ook. Het is voor mij ochtend. Of begin van de middag. Dus ik ga nog de hele dag mijn dingetjes doen. Huishoudelijke dingen doen. En koken. Honden uitlaten. Dat soort dingen. En wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je een leuk video's vond. Daar help je me ook mee. En dan zie ik je graag bij de volgende keer. Doei!